NAC Breda heeft nog geen vervanging gehaald voor Rogier Molhoek. Dat werd dinsdagmiddag duidelijk bij de fotopersdag. De club is in onderhandeling gegaan met Ajaxiet Robert Schilder en de twee partijen zijn er persoonlijk al uit. Alleen moeten de clubs nu zelf nog tot een overeenkomst komen. Op de fotopersdag kondigde NAC ook zijn doelstelling voor het komende jaar aan. Twee daarvan zijn in het linker rijtje eindigen en de bekerfinale halen.